Goedemorgen, het is woensdag 27 augustus en de taperweek is nu echt begonnen. Ik heb gisteren nog een tempo gedaan en vandaag gaan we beginnen met een uurtje rustig lopen. En dat is ook het enige wat ik vandaag ga doen. Nou ben ik dan geen amateur, maar ook ik heb problemen dat als we 's ochtends beginnen, ik er even in moet komen. Dat is normaal, mensen. Hoort erbij. Ik doe deze ochtend 60 minuten duurloop. En ik heb precies een rondje van 12 kilometer uitgekozen. Dus als ik 12 uur loop, ben ik mooi precies thuis wanneer ik thuis moet zijn. Dit is toch heerlijk? Dit is nou mooi aan Friesland als het niet waait. Ik wil dat erbij gezegd hebben. Er is niks. Ik ben helemaal alleen. Met wat vogels. Het is vandaag donderdag. En ik had gisteren over wind. Nou, vandaag is windkracht 4. Vandaag is het wat minder leuk om in Friesland te wonen. Maar het ging het erop. Ik heb 10 minuten ingelopen. 3 keer 6 minuten, 15 per uur gedaan. En nu 10 minuten uitlopen. En dan ben ik alweer klaar. De 3 keer 6 minuten ging goed. Ja, de 15 keer is ook niet heel hard. Ik moet natuurlijk soms harder lopen. Het is nu bijna 11 uur. Ik ga zo even lekker lunchen en opfrissen. En heb ik om 12:30 de masseur staan. Ik ga altijd naar Actieve Vitaal. Is echt fantastisch. Dus nog even lekker de kuiten losmaken en de rug. En dan ben ik klaar voor zondag. Goedemorgen. Nou, die hadden zin in wat. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. En ik wandel op dit moment naar de sportschool. Ja, het plan is om gewoon even vandaag een rustdagje te nemen voor het lopen. Dat ik wel natuurlijk soepel blijf. Dus ik ga een half uurtje rustig op de cross trainer. En ja, voor de rest vandaag niks. Het is eigenlijk een soort van rustdag. Alleen toch wel even een beetje in beweging blijven. Zo, 35 minuten cross trainer gedaan. En dat was het alweer vandaag. Het lichaam voelt goed uitgerust. De kuiten voelen ook goed. Dus dat is fijn. Dus ik heb mijn doel vandaag bereikt. En dat is die kuiten niet belasten. Maar toch wel laten doorbloeden. Dus ja, het doel is bereikt voor vandaag. En het is nog maar net 10 uur geweest. Dus ik heb nu nog de hele dag en vanmiddag even werken. En daar best wel zin in, want dan vliegt de tijd al sneller voorbij. Nu is hardlopen natuurlijk echt heel veel leuker. Maar ja, je kunt niet altijd doen wat je leuk vindt. Je moet ook verstandig bezig zijn. Dus op de vraag, vind ik het lastig dat ik vandaag niet heb gelopen? Ja. Maar ben ik trots op mezelf dat ik het niet heb gelopen vandaag? Ook ja. En weet ik dat dit beter is voor zondag? Ja. Dus dat probeer ik dan maar tegen mezelf te zeggen. Het is beter voor zondag. En uiteindelijk train ik om hard te racen. Dus ja, vandaag de dag. Ik hoop wel dat het zondag iets minder hard waait. Het liefst geen wind, want 21 kilometer met deze wind is natuurlijk niet helemaal ideaal. Het taper heeft gewerkt. We zijn zaterdag en ik ben volledig hersteld. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb net 30 minuten losgelopen. Ik ga nu nog 5 versnellingen doen en dan is het tijd om richting Breda te rijden. Versnellingen zitten erop. Tijd om naar Breda te gaan. Tijd om 2 kilometer los te lopen.
Kuipen, met nu het langs de kant. Kijk eens al, de 21 kilometer en 100 meter. Zij gaan er aan beginnen. En jongens, denk erom, onderweg drinken, sponsen. En met je zwaarder over je heen. Dat zal nodig zijn. Ik ben uiteindelijk 8e overal geworden en 5e Nederlandse op het NK halve marathon. En dit waren mijn 5 kilometer tussentijden. Het is nu 6 uur en we gaan weer terug naar huis. De organisatie heeft wel erg zijn best gedaan op de medaille. Ik vind deze echt super mooi. Ook de details zo hier, dat je zo de plattegrond ziet. Echt cool. Het heeft even geduurd, maar we gaan uitlopen. Nou, ik ben super tevreden over gisteren natuurlijk. Een 5e plaats, dat had ik niet verwacht. Ik heb ook gewoon 5 uur geslapen. Nou, dat is echt al helemaal knap na een race. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Het lichaam heeft echt een klap gehad. Het was gisteren echt 25 graden. Volle zon. En er stond ook nog af en toe best wel wat wind. Mijn maag is echt volledig overstuur vandaag. Eigenlijk al de hele nacht, meteen aan de finish eigenlijk al. En hoofdpijn is ook zeker aanwezig. Misselijkheid was vannacht wel heel erg. Ben een pak uitgegaan om wat beschuitjes met suiker te eten. En nou, dan sliep ik alweer verder. Maar dat is nu gelukkig weg. Daar ben ik heel blij mee. De race begon gisteren wat raar, want we zouden om 2 uur starten. Maar toen werd de start... Opeens een minuut voor de start werd verteld dat de start later zou zijn. En ze wisten niet precies hoe laat. Nou, uiteindelijk was de start ongeveer 25 minuten later dan gepland. Dus ja, wat doe je dan? Want dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik heb maar gewoon geprobeerd me rustig te houden. Niet te veel heen en weer meer springen. En op een gegeven moment heb ik nog een halve gel extra genomen. En... ja, toen uiteindelijk gingen we weer starten. Het was een beetje chaos en echt super veel gedruk. Maar na 2 kilometer kon ik mijn eigen plekje wel een beetje vinden. Ik heb eigenlijk de hele race van waterpunt naar waterpunt geleefd. Want ik had zo'n dorst onder de hele wedstrijd. Ik voelde me ook echt niet lekker door de warmte. Ik heb ook niet echt een gevoel gehad dat ik heb gepusht. De laatste 3 kilometer dacht ik ook oké. Ik ga niet harder lopen, anders kom ik misschien niet aan. Om eerlijk te zijn, de tijd van 1:18 en een paar seconden, ben ik eigenlijk echt wel heel erg blij mee. Want als ik kijk hoeveel tijd ik heb verspeeld aan waterposten. Ik liep niet de strakste lijnen, want ja, ik wilde gewoon in de schaduw lopen. Al dat soort dingen. De warmte, echt, dat scheelt echt minuten. Dus ja... Ik ben echt blij over de vorm en dat je dan ook nog 5e wordt. Dat is toch wel echt heel cool. Het was echt een superleuk weekend. In Van der Valk slapen. Een technische meeting was ook leuk. Het avondeten met de atleten en ontbijten.
dat is gewoon echt cool. Ik heb echt genoten. En ik ga nu zeker nog even nagenieten. Ik ga nu even een week rustig aan doen. Even bijkomen van al die wedstrijden op de weg. En dan trainen naar het crossseizoen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!